Een heel goede avond, dit is Ter Zake. We volgden een Turkse familie uit Pelt die naar het rampgebied trok om te gaan helpen. Woensdagochtend waren wij in Antakya aangekomen. En vanaf dan is het leed begonnen. Het zien van het leed hier en van de situatie hier. Dat kunt je u niet voorstellen. We gaan naar collega Jens Fransen in Turkije en in de studio praat ik met Musti Önlen. Kunnen Turkse familieleden hier in ons land worden opgevangen? Een vraag voor staatssecretaris Nicole de Moor. En Frankrijk bereidt zich voor op een zaterdag vol pensioenprotest. Steven de Krane is erbij. Het is vrijdag 10 februari. Hartelijk welkom. Vier dagen na de aardbeving en ondanks de bittere kou zijn er in Turkije vandaag nog verschillende mensen levend van onder het puin gehaald. Onder hen deze tiener die overleefde, u hoorde het, door zijn eigen urine te drinken. Maar ook een jongetje van 4 haalde het en ook 6 mensen uit dezelfde familie konden nog worden gered. En Jens Fransen, onze collega, is nog altijd in Turkije. Goedenavond, Jens. We zagen het, er worden nog mensen gered, maar het is wel een race tegen de tijd nu. Absoluut, en daar heeft natuurlijk die tijd alles mee te maken. Maar vandaag ook toeval. Wij wandelden door Hatay, een van die heel zwaar verwoeste steden. En ook daar, je kan dat niet plannen. Je merkt plots de commotie. Een Duits team was blijkbaar aan het zoeken. En die haalden daar een man van 40 levend onder het puin. Hè. We zagen die draagberry. En dan merk je in die massa, in ware telegramstijl, gaat dat bericht rond als een lopend vuurtje. En dat is natuurlijk die sprankelhoop waar zoveel mensen zich aan vasthouden. Maar omgekeerd merk je ook, we spraken onder meer met die Vlamingen die daar ook rondliepen. Ze hebben natuurlijk ook hoop, maar aan de andere kant zeggen ze, kijk, wij zouden misschien ook al blij zijn als we de lichamen kunnen bergen. Want lichamen bergen, ook dat geeft misschien rust. Ja, inderdaad, het aantal dodelijke slachtoffers blijft stijgen. Die lichamen moeten nu ook allemaal begraven worden. Ja, en er is een beetje een vrees dat tegen het einde het puin gewoon zou geruimd gaan worden. En dat eigenlijk dat heel trage werk van het laagje voor laagje afpellen van die bergen, steenhoop, dat men daarmee zou stoppen. En ja, de mensen die daar nu nog wachten om hun familieleden te zien, die zien het natuurlijk met leden ogen aan, want die zouden natuurlijk wel zekerheid willen. Aan de andere kant natuurlijk, de tijd tikt en de hoeveelheid puin en schade is niet te overzien. Maar natuurlijk, het is een zeer menselijke reactie van die mensen die toch graag zouden willen dat ze op zijn minst zekerheid hebben. Ja, we gaan eens kijken, want jij hebt een fragmentje ook gedraaid op de begraafplaats vandaag en de emoties daar. Ik denk, mama. Mama vroeg en zo allemaal hier gaat begraven. Ja. Heel lieve mens, heel lieve mens. Heel lieve mens. Ja, vreselijke en heel intense taferelen. Jens, heb je zicht intussen op de verdere hulpverlening? Want president Erdogan die gaf vandaag toe dat Turkije meer sneller had moeten doen. Dat is absoluut wat je ook wel hoort van de mensen hier.
weet ook, die cijfers die zullen nog oplopen. Hè. Toen wij daar aan die begraafplaats stonden, zei die man, kijk, in het begin, hè, op dinsdag, werden er 10 mensen begraven in het dorp. Gisteren was dat 20, maar vandaag was dat 30. Dus het ziet er naar uit dat dat nog wel even doorgaat. En als je dan aan die mensen spreekt, van die vragen ook, waarom heeft het zo lang moeten duren, die hulpverlening? Aan de andere kant zie je wel dat die vooral internationale hulpverlening, dat die toch wel op gang aan het komen is. Hè. Ik heb met eigen ogen kunnen vaststellen hoe er een aantal haast tentendorpen vandaag opgericht worden. Mensen zijn tenten aan het opzetten. Internationale hulporganisaties. Je ziet die vlaggen ook. Een Japans team, een Nederlands team, een Duits team is hier ook aan het werk in de buurt. En dan zie je dat dat duurt. Maar omgekeerd, het is gewoon heel erg moeilijk, hè, om diep in dat rampgebied te geraken. Hè. Om de plek waar wij hier nu staan, heb je gewoon bijna 2 dagen nodig. Omdat natuurlijk, ja, bruggen zijn soms ingestort. We hebben vandaag een rivier gezien die buiten haar oevers treedt. Omdat er ergens een aardverschuiving geweest. En logistiek is het gewoon allemaal niet heel... logistiek is het gewoon heel erg moeilijk. Ja, kan ik me voorstellen. Dankjewel Jens, om het voor ons te volgen en voor je verslag. En bij ons in de studio Moesti, een tijd geleden zat jij hier bij ons omdat we toen hadden over je werk met jongere daklozen in Limburg. Nu ben jij zelf iemand die ziet hoe je familie wordt getroffen door de gevolgen van deze aardbeving. Ja, goedenavond allemaal. Inderdaad, het is heel moeilijk. Gewoon omdat ik werk met dak- en thuisloze jongeren en nu is gewoon mijn hele familie zelf dakloos. En dat raakt mij enorm, omdat ik kan niks doen. Ik voel me zo machteloos van hieruit ook. Mm-hmm. Wat hoor je van ginder? Want er is een heel groot stuk van je familie betrokken bij de zoektocht. Hè? Daar, wat hoor je van hen op dit moment? Mijn familieleden zijn eigenlijk de volgende dag al vertrokken nadat de ramp is gebeurd, zondagnacht. Ik kreeg heel schrijnende verhalen te horen. Familieleden die elkaar niet kunnen contacteren, mensen die nog onder het puin liggen. Er is geen voedsel, er is geen elektriciteit, er is geen opvang. Dus we zeggen wel, ik geloof ook dat de internationale gemeenschap daar ter plekke is, maar we merken dat daar nog heel veel noden zijn gewoon weg. En dat het eigenlijk echt een catastrofe is. Er is te veel verwoest en er zijn te veel noden. Mensen zijn nog altijd aan het afzien. Mensen hebben het koud. Mensen hebben heel veel noden eigenlijk. Ik vind het heel schrijnend en het raakt me ook wel. Want al de hele week krijgen wij dus via WhatsApp berichtjes binnen en dergelijke. En dat weegt ook emotioneel heel zwaar door. Mm-hmm. Dat kan ik me zeker voorstellen. Nu, je tante Aisha, die filmde haar dagboek voor ons tijdens het verblijf van de voorbije week. We gaan samen eens kijken, want Bram van de Putten die maakte daar een montage van. Ja. Dinsdag 7 februari, 20:30 in de luchthaven van Antalya. Wij zijn net terug van het busje afgestapt. Dat busje zou ons normaal naar het vliegtuig brengen, maar ze hebben gemeld dat het vliegtuig vertraging heeft. We zijn net aangekomen in Antakya. En ja, dit zijn de beelden die wij in Antakya. Ja. Wij hebben een zware nacht achter de rug. Wij zijn net nogmaals geschud hier. Daar is een lichte aardbeving geweest. We zijn in een dorp. Oei, er is nu even weer paniek. Mensen komen weer buiten, ook in het dorp. Want ook in het dorp is er wel wat schade. En ik heb hier een heel flinke jongen bij mij. Kijk eens. Ja. Ja. Ik ben hier samen met mijn tante. De ouders van haar schoonzoon zijn hier levensloos teruggevonden. Achter die kamionet is daar nog een ingestort gebouw en daar wachten we nog op nieuws van een tante en een onkel. Een tante en een onkel, maar zoals ik net zei,
blijven we hopen. 23:50. Ik lig nog al twee te slapen. Voilà. Met deze personen gaan we dadelijk de nacht in. Er wordt hier nu ontbeten in het dorp. En vandaag hopen we nog een paar mensen onder het puin uit te krijgen. Zij het levend of dood? Eigenlijk spreek ik dit gewoon in omdat ik op dit moment zo'n beetje een... Ik voel me moe. We zitten in het dorp nog. Daar zijn een deel van ons gezin zijn naar een ander dorp gegaan. Voor de zus van mijn schoonmoeder. Zij heeft een broer en een zus. Een broer met zijn vrouw en een zus met haar heel gezin. Zijn ze verloren onder het puin. We zijn nu bij de begraafplaats van het dorp. Al deze mensen zijn hier verzameld. Omdat er een aantal lichamen nu van de stad gaan doorkomen. De lichamen van langs onze kant is het een tante en een onkel die vandaag opgegraven zijn uit van onder het puin. Vrijdag 10 februari 15:15. Het terugvinden van onze tante met haar gezin is zeg maar onze laatste opdracht. Misschien niet laatste, maar wel voornaamste. Wij willen haar heel graag terugvinden. Liefst natuurlijk bij leven. En anders willen we gewoon zorgen dat zij wel nog een degelijk graf krijgen. Ja, ik begrijp dat het heel hard is om hier naar te kijken. Was een verslag dat eindigde vanmiddag, vandaag. Mm. Is er intussen nieuws van de tante? Nee, ik heb nog niks vernomen ondertussen. Ik heb eigenlijk ook geen communicatie meer gehad met mijn tante Aisha in Turkije. Dus ik weet er eigenlijk niet veel van. Maar inderdaad, het is heftig, Kathleen, eigenlijk om die beelden zo te zien. Dat raakt mij enorm. En eigenlijk, ik ben zelf zo heel hard bezig met wat moet ik doen? Ga ik zelf ook nog gaan of niet? Want dat is vandaag ook heel hard beginnen spelen. Van, ik voel dat ik het verschil ook wil maken daar precies. Maar ja, eigenlijk, ik weet het niet, Kathleen. Ik ben echt onmachteloos. Want de scènes die we nu gezien hebben, daar zijn heel veel mensen bij die je kent. Die deel uitmaken van je familie en bredere familie in Turkije. Ja, dat klopt. Mijn onkel die daar net aan het wenen was, onkel Kenan, heeft me heel hard geraakt. Mijn tante Aisha. Ik heb mijn oma gezien in het filmpje. Maar ze zijn eigenlijk allemaal heel dichtbij. Dat klinkt ook raar, maar binnen de Turkse gemeenschap zijn we een heel sterke community en staan we heel veel in verbinding met elkaar. En ook tantes en ooms. Ook tantes en ooms, neven en nichten. Wij zijn heel close met elkaar. Mm-hmm. We hebben het nu over de slachtoffers. We zien ook uiteraard de enorme verwoesting. Ook het huis van je vader is betrokken of eigenlijk totaal daar is niks van overgebleven. We zien daar nu een foto van wat er op dat moment gebeurd is. Hoe zit dat precies? Hij heeft niets meer daar? Nee, mijn vader heeft niets meer. En heel raar, maar afgelopen maand was het huis helemaal klaar. Hij heeft het huis helemaal gerenoveerd. Mijn vader had eigenlijk plan om samen met mijn moeder om over een jaar daar te gaan wonen, omdat hij dan op pensioen is. Dus ja, dat valt ook als een kaartenhuisje ineen, al die plannen. Maar mijn vader heeft ook wel heel duidelijk gezegd, het is maar een gebouw. Hè. Allee, gelukkig zaten wij daar niet, want het was de bedoeling dat we daar deze zomer met heel de familie zouden doorbrengen. Maar ja, we mogen blij zijn dat het niet erg... Allee, familieleden, die willen wij hebben bij ons. Het gebouw mag instorten, maar onze familieleden willen wij niet verliezen. En we zijn er al rond de 30, denk ik, verloren. Rond de 30. Mm-hmm.
We zien nu de zoektocht die er gebeurt door je familie naar andere familieleden. Binnen de Turkse gemeenschap leeft ook al maar meer de vraag deze dagen om familieleden naar hier te kunnen halen. Hoe zien jullie dat? Ja, en ik vind het zelf ook een heel legitieme vraag, eerlijk gezegd. Wij geloven er eigenlijk in van dat we het menselijk moeten hebben op dit moment. We willen dat er menselijkheid is. En heel graag is het eigenlijk onze vraag om een versnelde procedure te hebben, om visum af te kunnen leveren, om familieleden bij ons te hebben. Ik vind het heel belangrijk om wel duidelijk te maken van dat het gaat om een tijdelijk verblijf. We willen eigenlijk gewoon, omdat de chaos daar zo groot is en er geen basisbehoeften zijn eigenlijk, of nee, er zijn geen oplossingen om in die basisbehoeften tegemoet te komen, willen wij die basisbehoeften hier kunnen aanbieden aan onze getroffen familieleden. En dan gaat het over bijvoorbeeld mijn oma die 79 jaar is, die daar alleen is. Het gaat over neven en nichten die wees zijn geworden. En dat, ik denk dat dat heel normaal is dat wij nu die mensen bij ons willen hebben om hun tijdelijk bij ons in huis op te vangen. Dus we vragen niet aan de Belgische overheid om opvang te voorzien of om een leefloon ter beschikking te stellen. Wij willen onze familie bij ons om die zelf ook ten laste te nemen in ons eigen gezin. Mm-hmm. Dus zeggen jullie, wij willen ze naar hier voorlopig laten overkomen. Hoe zit dat precies? Want dat is dan een visum dat normaal gezien niet zo makkelijk verstrekt wordt? Of ja, wat voor soort visum is dat dan? Dit is ook niets nieuws wat ik nu vraag. Hè. Dit is al een mogelijkheid die er bestaat in de wetgevende kaders. Het gaat er eigenlijk om dat wij graag willen dat er een ambtshalve afgifte gebeurt van het visum. Wat houdt dat in? Dan kunnen eigenlijk mensen naar een visumpost gaan ter plekke in Turkije bijvoorbeeld. Dan kunnen ze daar hun aanvraag doen met de nodige papieren, met de nodige bewijsstukken. En dan kunnen zij een versnelde procedure hebben om naar hier te komen. Want dan hoeft de aanvraag niet eerst naar dienst vreemdelingenzaken te gaan. Want, en dan gaat het veel sneller. En dan gaat het veel sneller, want bij dienst vreemdelingenzaken lopen ze al heel fel achter met de aanvragen. Ja, inderdaad. Daar weten we meer over de laatste maanden. En als jullie zeggen, we halen onze familie voor een tijdje naar hier. Wat is voor een tijdje? Voor een tijdje, ja, als we kijken naar bij een ambtshalve afgifte, er zijn verschillende visums hè, en die hebben ook andere voorwaarden. Dit zou dan denk ik voor 3 maanden zijn en ja, wie weet dat we het ook wel de mogelijkheid maken om het te kunnen verlengen. Maar ja, we hopen echt wel dat staatssecretaris De Moor aandacht heeft voor ons verhaal. En bijkomend vragen wij ook om een verlenging van verblijf te voorzien voor mensen hier. Want zo hebben wij ook mensen die nu woensdag 15 februari eigenlijk al terug zouden moeten naar het getroffen gebied. Oké. Okay. Het is een heldere vraag. En we leggen ze meteen voor aan de staatssecretaris voor asiel en migratie aan Nicole De Moor. Goedenavond, mevrouw De Moor. Dank u wel om ons te woord te staan. Ja, u hoorde hier de oproep. Wat is uw reactie daarop? Wat kan u bieden? Wel, dat is inderdaad een heel heldere vraag en ik kan daar ook een heel helder antwoord op geven. Want iedereen heeft natuurlijk de beelden gezien, de vreselijke beelden van een verwoestende aardbeving. Heel veel doden, duizenden doden, maar ook heel veel mensen die hun hebben en houden hebben verloren. En ook in ons land, in België, is er een enorme solidariteitsgolf op gang gekomen. En ik heb de voorbije dagen heel veel vragen gekregen van Belgen die familie hebben in het getroffen gebied. En die inderdaad hun familie willen te hulp schieten, die hen willen ondersteunen door hen ook tijdelijk bij hen thuis op te vangen. En daar bestaat een procedure voor. Ik heb nu opdracht gegeven aan de dienst Vreemdelingenzaken om die procedures te versnellen, zodat we mensen sneller daar een antwoord kunnen geven op de visumaanvragen die gebeuren. Dus met andere woorden, wat we hier net ook bij Musti Önlen hoorden, een snellere procedure, dat zou dus moeten binnen heel korte tijd mogelijk zijn. En dan is er vervolgens de kans voor die mensen om 3 maanden bij familie te verblijven of langer? Wel, er bestaan verschillende mogelijkheden. Men kan een visum kort verblijf aanvragen om bij familie te komen logeren. Er bestaan ook humanitaire visa. En daarnaast, zoals ook duidelijk werd aangegeven in de studio, is er ook een vraag van mensen die toevallig in ons land waren, die een visum kort verblijf hebben en die binnenkort moeten terugkeren. Ook zij kunnen een verlenging van hun verblijf aanvragen, omdat het natuurlijk duidelijk is dat je niet meteen kan terugkeren wanneer je huis er niet meer is. En gaat dat dan voor alle duidelijkheid over 3 maanden of overweegt u ook een langere periode?
Want dat hangt ervan af, hè, wat de procedure is die mensen opstarten. Heel veel mensen vragen nu een kort verblijf aan, omdat zij voor een korte periode bij familie in België willen logeren. Ja, voor alle duidelijkheid, is dit iets wat u zelf als staatssecretaris kan beslissen of dat moet worden voorgelegd aan de regering? Wel, dat is iets wat ik zelf kan beslissen. Nogmaals, het gaat over het versnellen van de procedures om mensen ook snel een antwoord te geven en al die families die hun familieleden uit het getroffen gebied willen te hulp schieten om ook die te kunnen steunen. Ja, want u begrijpt waarom ik de vraag voorleg. Deze vraag komt natuurlijk, deze oproep, bovenop alle problemen die er al zijn met gebrek aan opvang, achterstand in dossiers. Het debat dat daarover wordt gevoerd van kunnen wij dit erbij nemen? Maar ik zie u nee knikken, dat ziet u anders. Maar nee. Natuurlijk is dit iets helemaal anders. Dit gaat om mensen die een periode van maximum 3 maanden, hè, een kort verblijf, in ons land willen komen verblijven. Zij verblijven ook bij familieleden. Zij verblijven niet in opvangcentra. En het gaat niet om een asielaanvraag. Een asielaanvraag waar u naar verwijst, die wordt door een andere dienst beoordeeld. Dus dit heeft helemaal niets te maken met de procedureachterstand die er is wat betreft asielaanvragen. Dit gaat om visumaanvragen, kort verblijf. Die worden behandeld door de dienst Vreemdelingenzaken in samenwerking met de ambassades en consulaten in het buitenland. Mevrouw de Moor, hartelijk dank voor uw reactie. Ja, Moesti Unlen, ja, dit is een helder antwoord. Een antwoord op de oproep die jullie doen. Ja, ik ben heel blij met het nieuws. Ik heb het nieuws vandaag ook inderdaad vernomen van kabinet de Moor. Het enige bedenking die ik maak is dat het nog altijd volgens mijn gevoel traag zal verlopen als we het een versnelde procedure van kort verblijf gaan hanteren. Persoonlijk denk ik, en ik hoop dat mevrouw de Moor hier ook nog naar zal kijken, om toch een ambtshalve afgifte mogelijk te maken, omdat dat veel, veel, veel sneller zal gaan en dan hoeft dienst Vreemdelingenzaken ook niet tussen te komen. Mm-hmm. Want het is eigenlijk zo dat mensen nu op straat slapen en we wilden nu tegemoetkomen in die primaire basisbehoeften. Ja, en dat het anders weken kan duren voor inderdaad. Het helemaal in orde is. Inderdaad. Okay. Moesti Unlen, dank je wel voor dit gesprek en je komst naar de studio. Merci. Tout ça, c'est de l'hypocrisie. Les gens, ils travailleront pas 2 ans de plus. Parce que la plupart des gens, notamment dans les métiers pénibles, les métiers en horaire décalé, les métiers où travailler la nuit, les métiers de la production, les femmes de ménage, les cheminots, ils travailleront pas 2 ans de plus. Ou alors, s'ils travaillent 2 ans de plus, ils partiront à la retraite cassés. En fait, c'est ça l'enjeu. L'enjeu, c'est un enjeu de société. Est-ce que vous voulez partir à la retraite malade, cassé et même certains morts? Ou est-ce que vous voulez profiter de la vie? En de Fransen die bereiden zich voor op een grote nationale actiedag van protest tegen de pensioenplannen van de regering. Er is al veel betoogd de voorbije weken, maar nu wordt er gemobiliseerd op een zaterdag. En we gaan naar Steven de Kranen in Parijs. Want Steven, het dossier komt intussen wel in een stroomversnelling, want er is een beslissing gevallen vandaag, een gedeeltelijke beslissing. Ja, ik had een gedeeltelijke beslissing, want natuurlijk er zijn debatten in het parlement over die pensioenhervorming. En vandaag is een eerste wetsartikel goedgekeurd door een meerderheid in het parlement. Dat komt door de volksvertegenwoordigers van de partij van president Macron, gesteund door centrumrechtse partij Les Républicains. En het gaat over de afschaffing, geleidelijke afschaffing, van al die speciale pensioensregimes. Als je weet dat er in Frankrijk 42 aparte en speciale pensioensregimes zijn, wel, ze hebben nu gezegd, daar moeten we kom af mee maken. Dat zal verdwijnen. Concreet gaat dat over mensen die nu nog werken in de energiesector, EDF bijvoorbeeld, elektriciteitsmaatschappij, de ambtenaren, mensen die werken voor de Franse Nationale Bank en ook ja, mensen die nu bij de openbare vervoersmaatschappij RATP werken. Die zullen dus niet meer door die speciale maatregelen vroeger met pensioen kunnen. Het is een eerste wetsartikel. Er volgen er nog 19 die moeten gestemd worden. En als je weet dat er al duizenden amendementen ingevoerd zijn door de oppositie, kan het nog een tijdje duren natuurlijk. Maar het is toch de bedoeling om die één voor één ja, af te schieten, zoals de meerderheid dat zo zal zeggen, om dan toch ergens te landen in het voorjaar en die volledige pensioenhervorming af te ronden. Duidelijk een heel complex dossier, net zoals bij ons. Hoe zitten die pensioenmaatregelen weer precies in elkaar?
Maar het is een heel stelsel dat natuurlijk herbekeken wordt omdat mensen langer leven. En zo zegt president Emmanuel Macron, dan moeten we natuurlijk ook alles herbekijken. Moeten we solidair zijn en moeten mensen langer werken. Concreet komt het erop neer dat de minimum pensioenleeftijd die zal verhogen van 62 jaar naar 64 jaar. Dat betekent dus 2 jaar langer werken voor de Fransen. Dat vinden ze al maar niks, de vakbonden. Komt daar ook bij, als je wil genieten van een volledig pensioen, dan moet je minstens 43 jaar gewerkt hebben en bijdrages geleverd hebben tot het pensioenstelsel. Dat zijn 2 belangrijke punten waar de vakbonden zeggen, daar kunnen wij niet mee akkoord gaan. En daarom zijn er stakingen, betogingen. En die zijn al begonnen in januari, maar nu willen ze de druk nog verder opvoeren. Beginnend met morgen, 11 februari, een zaterdag. Dat is belangrijk omdat ze zoveel mogelijk mensen naar de centrumsteden willen krijgen. Hier in Parijs willen de vakbonden bijvoorbeeld tot 500.000 mensen op de been krijgen. De politie zelf die verwachtte tot zo'n 190.000 mensen die komen betogen. En dan de volgende betoging is al volgende donderdag 16 februari. Om uiteindelijk ook op 7 maart een grote actiedag te houden. Waarom zit daar nu zoveel tijd tussen? Wel, het is hier ook krokusvakantie en in Frankrijk wordt die gesplitst opgenomen. Dat betekent dat verschillende delen in Frankrijk op een verschillend moment met vakantie gaan. En de vakbonden zeggen, we willen ook niet dat veel mensen gehinderd worden als ze nog willen gaan skiën of op vakantie gaan. Dus we willen dat concentreren. Maar vanaf 7 maart, als er dan nog altijd niks veranderd is, dan zijn ze van plan om die stakingen op te voeren en misschien zelfs een doorlopende staking bij de spoorwegen, bij het openbaar vervoer te houden, zodanig dat het land, Frankrijk, hier volledig lam ligt vanaf 7 maart. Dus er staat de Fransen nog heel wat te wachten. En hoe ze zover gekomen zijn, dat zien we in het volgende overzicht. Met alle geweld verzet een vastberaden deel van Frankrijk zich tegen de geplande pensioenhervorming. Die minimumpensioenleeftijd optrekken van 62 naar 64 jaar, dat mag niet passeren. La réponse c'est la rue, hein. Les gens, quand on connaît le travail, quand on travaille dans le textile, dans l'agroalimentaire, à l'hôpital, on sait que ceux qui proposent de nous faire travailler 2 ans de plus n'ont pas beaucoup. Ne connaissent pas beaucoup la réalité du travail. Moi j'ai 48 ans, déjà 60 ans, je me dis que ça va être chaud physiquement. Alors 64, c'est inenvisageable, inacceptable, inadmissible. Pour l'honneur des travailleurs, et même si Macron ne veut pas. Où nous avons créé des systèmes justes et forts qui reposent sur l'égalité entre les générations. Des moments où vous avez de moins en moins d'actifs et de plus en plus de retraités. Si vous voulez que le pacte entre les générations soit juste, il faut procéder à cette réforme. Et donc nous le ferons avec respect, esprit de dialogue, mais détermination et esprit de responsabilité. De regering van president Macron denkt er dus voorlopig niet aan om toegevingen te doen. Maar ook in het parlement verlopen de debatten over de pensioenhervorming rumoerig. Vous croyez que nous allons passer 15 jours comme cela dans l'hémicycle? Oui. De Franse minister van Werk krijgt van alle linkse partijen en van radicaal rechts de wind van voren. Les engagements présidentiels. Mes chers collègues, on n'est pas dans un amphi, on n'est pas dans une manif, on est dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Premier Elisabeth Borne rekent op Les Républicains, de centrumrechtse partij, om de hervorming erdoor te krijgen. Je suis convaincu qu'il reste des points d'accord à trouver. Je suis convaincu que nous pouvons améliorer ce texte ensemble. Cela passera par le débat. La confrontation d'idées et bien sûr le respect. Les dégradations, les intimidations, ça n'est pas la démocratie. Maar de vakbonden voeren de druk op door al maar meer grote actiedagen en betogingen te organiseren. Pour des réformes des retraites similaires, par exemple celle de 1995, des propos avaient été tenus d'une teneur équivalente, non négociable, c'est nécessaire, il faut faire preuve de courage pour imposer la réforme. À chaque fois, ils ont cédé. C'est une question de rapport de force. En volgens de peilingen wil een meerderheid van de Fransen de pensioenhervormingen niet. Alors, j'ai vu qu'il y a quelques pays qui sont effectivement à 67 ans, mais est-ce que vraiment ils y vont à 67 ans? Aujourd'hui, on voit bien dans les entreprises, on favorise les négociations de départ beaucoup plus tôt. L'entreprise vous donne un chèque qui compense votre écart de salaire, et puis après, l'affaire est réglée, hein. Maar te veel stakingen en betogingen organiseren is delicaat. Want de vakbonden beseffen dat ze de publieke opinie nodig hebben. C'est légitime de manifester contre ça.
Après, on est dans un pays où c'est tout le temps manifestation pour tout et n'importe quoi. À chaque fois que je reviens sur Paris, c'est toujours pareil. Moi, quand je vais à Londres ou quand je vais à Lisbonne, il n'y a jamais de problème. Toch menen de meeste Fransen dat al hun sociale verworvenheden er pas gekomen zijn door aanhoudend straatprotest. Het revolutionaire karakter blijft generaties voortleven. Et pour moi, la retraite est une seconde vie. Ce n'est pas un mouroir. Et là, la retraite va devenir un mouroir. Et ça, c'est un scandale. Parce que il faut travailler pour vivre. Et non pas vivre pour travailler. En daarmee hebt u heel ter zake gehad. Tijd voor Ivan en zijn gasten. Een heel fijn weekend en tot maandag.